Oké, we gaan die Audrey's flink door elkaar rammelen. Wat vind jij, meid? Tijd om de boel af te ronden. Weet je, jullie moeten mij eens uitleggen hoe jullie een team zijn geworden. Eigenlijk heeft Mel beloofd alle kinderen van het eiland te halen als dit klaar is. Mel? Ik moet jullie iets opbiechten. Ik heb gelogen. De kinderen komen niet van het eiland. Wat bedoel je? Het programma is beëindigd. En de barrière blijft voorgoed dicht. Voor Oradans veiligheid. Moment. Dus we redden jouw fijne vrienden. En jullie voor een leugen. Ik had je niet moeten vertrouwen. Je denkt alleen maar aan jezelf. En aan jou, koning Ben, hè? Jullie sturen ons zeker weer terug, hè? Weet je wat? Ik vond je eerst dapper. Maar je bent gewoon laf. Te bang om te zeggen dat ik mijn vader nooit meer zou zien. Celia. Celia? Celia! Nee! Celia! Nee! Nee! Hervind je kracht en ontvlam! Nee! Hervind je kracht en ontvlam! Balen. Zoek Gil en laat ze maar verrotten. Nee! Oma! Ivy, ik heb er zo'n spijt van. Het spijt me. Ik dacht dat... Ik was bang om het te vertellen. Ik dacht dat ik mijn beste vriendin kwijt zou raken. Maar ik moest iets doen. Ik moest Oradon beschermen. Was het afsluiten dus jouw idee? Dat deed ik voor ons. Dat deed ik voor het leven dat we hier geleefd hebben. Voor ons leven? En de kinderen die we achterlieten op dat eiland? Die we iets beloofd hebben. Wij waren hun enige hoop. Ik dacht dat je achter de SK stond. Maar nee, je loog tegen ze. En ook tegen Jay. En ook tegen Carlos. En tegen mij. Wij zijn je familie. Ivy. Ivy, kom op. Ik had geen keus.